In deze videotutorial zal ik je laten zien hoe je het mini madeliefje maakt. Het is een kleine granny van ongeveer 10 bij 10 centimeter. Het bestaat uit twee kleuren en de hoofdkleur. En in totaal uit 5 toeren. De granny heeft 48 steken rondom. En is deel van week 7 van de Garden State Afghan van Julie Yeager. Het patroon is dus ook niet van mij, ik maak alleen de videotutorials en de vertaling. Voor het geschreven patroon en een pdf kun je gaan naar www.eenmooigebaar.nl. En voor het originele patroon en andere patronen van de zeldermaakster kun je gaan naar julieyeagerdesigns.com. Bij de links vind je ook in de beschrijving van deze video. Ik wens jullie heel veel haakplezier met dit mini madeliefje en ik hoop dat alles duidelijk is. Voor toer 1 maak je een schuiflus met 4 lossen. Die sluit je in de eerste losse met een halve vaste. Daarna maak je 1 losse en 8 vaste. In de cirkel. 1 losse. 8 vaste in de cirkel. Ik heb er nu 3 gemaakt, dat moet er in totaal 8 worden. Ik kom aan het eind van de toer nog even terug. Ik heb 8 vaste in de cirkel gemaakt en we sluiten deze toer met een halve vaste door de eerste vaste. En dan hechten we deze kleur ook meteen af en gaan we verder met de volgende kleur in de volgende toer. We gaan nu de bloemblaadjes van deze granny maken. We hechten daarvoor de volgende kleur aan met een halve vaste in een willekeurige steek van de vorige toer. Dan maken we 3 lossen en een cluster 2 in dezelfde steek. Daarvoor maken we een stokje niet af. En het tweede stokje ook niet af. Nu maken we 3 lossen. En dan maken we een cluster 3 in de volgende steek. Daarvoor maken we dus 3 stokjes niet af. Dan halen ze er alle 4. Weer 3 lossen. En in de volgende steek weer een cluster 3. Op deze manier maak je 8 van dit soort blaadjes met elke keer 3 lossen ertussen. Ik kom aan het eind van de toer nog even terug. Je hebt nu 8 assortiment van bloemblaadjes gemaakt met elke keer 3 lossen ertussen. Om de toer te sluiten maak je weer 3 lossen en die hecht je aan bovenop de derde beginlossen. Nu zijn we klaar met deze kleur, dus we kunnen hem afhechten. We hechten de hoofdkleur aan met een vaste in een willekeurige 3 losse ruimte. Daarna maken we een relief vaste om het volgende cluster heen. En daarna maken we
twee vaste in de volgende losse ruimte. En weer een relief vaste om het cluster heen. En weer twee vaste in de volgende losse ruimte. Op die manier ga je door totdat je weer in het laatste gat bent. Ik heb nu rondom elke keer twee vaste gedaan en een relief vaste om het cluster. Je ziet dat daardoor het cluster behoorlijk bol is gaan staan als het ware. Om het laatste cluster heb ik ook een relief vaste heen gedaan. Nu maak je in het laatste gat nog één vaste. En vervolgens sluit je de toer met een halve vaste in de eerste vaste. We hechten deze kleur niet af, want we gaan nog door met deze kleur. We gaan beginnen aan toer 4. Daarin gaan we weer van een cirkel een vierkantje maken. Daarvoor maken we twee lossen. In de volgende steek maken we een stokje, een losse en een stokje. Daarna maken we een half stokje, drie vaste. Dan weer een half stokje. En dan voor de volgende hoek weer een stokje, losse en een stokje. Nou, dan heb je één zijkant gemaakt met twee hoeken. Op deze manier maak je ook de andere zijkanten en de hoeken. Ik kom aan het eind van de toer nog even terug. We zijn nu aan het einde gekomen van de toer. Je bent geëindigd met drie vaste. En die sluiten we aan met een halve vaste bovenop de twee lossen die je net gemaakt hebt. Die tellen namelijk als half stokje. En dan zijn we de toer weer rond. We hechten de kleur niet af, want de laatste toer gaat ook met deze kleur. We gaan beginnen aan de laatste toer. Het is een hele eenvoudige. We maken twee lossen. Daarna maken we in elke steek rondom één half stokje. Behalve in de hoeken, zoals hier, daar maken we twee halve stokjes en lossen. En nog twee halve stokjes. En vervolgens dus een half stokje in elke steek rondom. Ik kom aan het eind van de toer nog even terug. We zijn aan het eind gekomen van deze toer en daarmee ook aan het eind van deze granny. Het patroontje staat dus een beetje bol, maar het ziet er best wel uit als een klein madeliefje. We sluiten deze toer met een halve vaste bovenop de tweede beginlossen. En dan kunnen we afhechten. Je maakt dus vier van dit soort patronen in verschillende kleurcombinaties. En ik wens jullie heel veel haakplezier met deze granny. En als er vragen of opmerkingen zijn of er is iets onduidelijk, dan kun je me daar natuurlijk altijd even een berichtje over sturen. En voor het geschreven patroon kun je gaan naar www.eenmooigebaar.nl. De link daarna staat ook in de beschrijving. Veel haakplezier!